Yo, gasten van Dus David Kraft. Oh, dat klinkt wel leuk om te zeggen. Heb ik nog nooit gezegd. Dat is wel kinky shit, yo. Het is weer tijd voor Mind Team met David en Joris en Ronald. Ja. Zo, dat heb ik totaal niet gelipsynkt, wat je net deed. Maar inderdaad, welkom bij Mind Team. Joris, de kist is er niet meer, hè? Ik heb goed nieuws. Beneden was er net wel een kist. Ja. En ik heb sneeuwballen gekregen. Dus als we ooit een keer heel veel zombies achter ons aan hebben, gooien we gewoon die sneeuwballen en dan gaat die weg. Epic! Ik moet alleen eerst echt health potions hebben van Joris. Sorry, Joris. Oh ja. Hoeveel heb je er nog? Kom wel naar beneden, hoor. Nee, dat vroeg ik niet. Drinkt hij ook zo naar beneden, bam. Ik heb er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, Hoeveel heb jij er gehouden? Doe er maar 2, want ik heb er nog 4. Oh, alsjeblieft. Mag ik er ook 1? Doe mij maar 1. Nou, alsjeblieft 1. Jee. Je hebt ons weer beide blij gemaakt. Ja, ik heb ook nog die splash potions. Dus, overigens, dat zouden we straks niet eens meer hoeven doen. Omdat we gewoon volgens mij elkaar kunnen healen. Oh. Ja. Ja, dat is gewoon een optie. Even flesjes bijvullen is dat een supergoed plan. Yes, heb ik gedaan. En dan gingen we naar Ronald. Wij gaan naar... De Zoute Zee. Yes. Oh ja, we gaan salty worden, jongens. Dan moeten we die kant op. We gaan naar Exolesco. Ik ben geen flauw idee hoe je dat zegt. Okay. Dus volg mij maar, jongens. Ja, we hoeven deze kerk niet meer te checken of zo. Ja, health potions. Hey. Wat? Nou, hier zitten health potions in. Oh, shit. Die wil ik wel. Yes, eentje. Ik heb er 5. Oh my god. Ik heb een appeltje. Hoeveel health potions heb je totaal, Flutter? Ik ben aan het vechten. Pak jongens. Hem. Pak hem. Oh god, zij snel. Komt er nog een aan. Achter je. Hier is ergens. Ja, hier. Ik pak en hem. En op de chest. Kik hem. Kik hem in de nut. Daar heb ik niks aan. Weg ermee. Kakao boontjes. Gaan we hier dan nog eerst verder kijken? Of? Ik denk van wel. Kijk jij dan. En op. Ja, kom op. Waarom gebruik je andere zwaard niet, David? Oh ja. Dat is wel eens een goed plan. Goed bezig, Joris. Ja, goed ik heb zo. Een beter plan. Joris, waarom wisselen wij niet even van zwaard? Want jij bent een beetje de tank. Ja, is goed hij is een kast, jongens. Hij is kast. Mag je deze ook hebben? En dan wil ik wel je broekie. Hij is een broekie. Dankjewel. Ik heb 2 van die roosjes gevonden. Je bent zelf een roosje. Oh, dank je, David. Dat is lief. En ik heb laatst het roosje van Lotte gevonden. Oh, dat is ook zo lief. Die heb ik ook een paar keer gevonden al. Hij is al heel vaak. Ja, dan vraag ik me af waarom ze hem steeds kwijtraakt. Oh my god. Goed, waar was die Zoute Zee? Oké, volg me jongens. Ja. Ja, deze kant op, weet je zeker? Oké, wie attack? Pak hem, Ronald. Nee, niemand. Jij! Hij is de tank. Oh ja. Goed zo, tank. Lekker. Hij heeft ook de meeste healing potions. Nog eentje, die is voor jou, Ronald. Die is voor jou. Ja, pak hem, Ronald. Pak hem. Go! Pak hem. Ga erheen. Wie sloeg mij? Welke bitch? Ja, dat was een zombie achter. Die zombie zelf. Die heb wel doodgeslagen. Hou je mond. Iemand sloeg mij, man. Waar is Joris? Oh, daar. Joris, pas op, achter je. Er is hier een heel huis, man. Joris, achter je. Oh my god. We komen wel even helpen met het huis. Ja, we helpen ook wel even met zombies. Als je dat zien, heb je hem al dood. Dit is voor mij het grootste huis wat er is. Hey, helmpjes. Misschien kunnen we dan heel veel monies vinden, David. Of monies? De stuffies. Oh my god, het is allemaal useless. Nou, die hebben dus niet zoveel aan gehad. Joris staat boven, toch? Ja, ik weet niet of we nog bandages nodig hebben. Nou, eigenlijk wel. Nou, die heb ik hier op de grond liggen. Wat is dit voor raar iets waar ik in zit? Kijken. Spinnenweb. Oh, nice. Wat is er nice? Nog een, nog een boog. Jongens, dit moet toch ergens naartoe leiden? Dat kan toch niet anders? Oh, daar was jij ook al. Hey. Ja, datzelfde idee als mij. Als ik. Ja, ik heb hier een boog liggen. Die kon ik zelf niet meer oppakken. Nee. Oh, maar ik heb geen pijlen. Oh, ik hoor beneden iets. Ronald, of jij stinkt uit je mond, of er zijn zombies. Ja, ik stink uit de mond. Zo, en Minecraft is mij een beetje aan het pesten. Laten we nou echt verder gaan. Want ik kom niet goed zo. Er zijn veel zombies. Hey, Chain body. Oh, lekker, aantrekken. Ik heb nog een chain leggings. Oh ja, andere letter. Oh ja, doen. Voor de willing person. Ja, voor Ronald of voor mij. Yo, en nog een helmet. Een letter. Helmet. Goeie vondst, man. Ja. Ja joh, sla nooit zo'n groot huis goed op. Goed bezig. Nou,
Ik heb een vraag. Kan iemand hem nu voorop lopen? Omdat ze zitten mij te pesten. Oh, thanks. Met Minecraft. Wie? Minecraft. Ik word heet terug getp. Echt beetje waar? Stom. David? David, heb je de schoenen van mij? Oh, nee. Ze tp me heet terug. Ik weet niet wat het is. Dus ik moet even iemand volgen. Oh my god. Nou, Joris, lead the way, bruh. Ja, ik denk die kant op of zo. We hebben toch coördinaten? Moet ik dan? Oké, ik zet mijn map er wel bij. Het is omhoog, naar het noorden, toch? Dat is hier. Echt noord. Is het noord? Ja. Facing noord. Oh kijk, hier staat het einde van het bos. Chill. En dan het moeten zoute we water. Door het moeras heen, totdat we... Ja, kan iemand even op coördinaten gaan zwemmen dan? Anders gaan we alle kanten op zo. Zit ik nog bij jullie in de buurt, jongens? Als het goed is wel. TP meter terug. Wat de hel ben je aan het doen, Ronald? Ben je aan het glitchen? Ik weet niet, ik zie jullie wel gewoon lopen, maar ze tp'en mij gewoon de hele tijd terug. Wacht, ik zie jou heel langzaam lopen. Zo beter? Echt? Yeah. Net wel, maar nu niet meer. Wat de fuck hebben ze gedaan? Zo beter? Op een of andere manier ja. Ik had al beetje, wel een denk ik, geen flauw idee. Zoiets? Is goed zo? Maar één ding, als je me heet het slaat, dan... Okay, ik ga je gewoon niet slaan. Deze kant op volgens mij, denk ik. Hoop ik. Nou, dan gaan we die kant op. Yes. Weet je water niet bij te vullen, boys? Ja, ik ben hier trouwens nog nooit geweest waar we zo heen gaan. Maar ik wel. Ik ook niet. Jij bent in Exolesco geweest? Ja. Wat heb je daar gedaan? Om zo maar te zeggen, ik heb twee jaar geleden heb ik lopen cheeren daar met mijn homies. Ja, hoe heette die homies? Timo. Meer niet? Nee, het was mijn enige homie, jongens. Het was mijn enige homie. Ik kan me nog herinneren dat Ronald een keer een livestream deed op MindZ. En dat mijn broertje ook op Minecraft zat. En die helemaal blij was toen hij Ronald dood had geslagen. Wat is daar leuk aan? Want meestal stopt de YouTuber daarna. Ik heb dat nooit begrepen. Zonder grappen. Mensen die kijken nu. Kijk, we zitten nu bijna, bijna niemand online. Maar... Uit. Nee, maar... Ronald was toen zo bezig. Zo, ja, maak me maar dood. Doe het dan. Omdat hij heel goede gear had. Ja, maar dat is dan misschien Ronald. Alleen letterlijk hackers. Tot aan mensen die fan zijn. Die of ons helpen of ons alleen maar willen nakken. Beseffen die niet dat het dan echt gewoon niet leuk meer is? Het is stom. Ja, ik vind het jammer. Nou, dan weten we ook van wie het broertje van Joris het heeft. Ja, deze hier voor ons slaat ook heel graag mensen. Vaak zo graag mensen dan? Ja. Joris is toch... Wat heb je nou weer tegen Joris? Wat ben je salty vandaag, Ronald? Hij is echt, hè? Hij is een agressieve jongen. Hij is heel agressief. David is degene die jou sloeg, niet ik. Het is ook nooit goed. Lopen we zo goed? Ja, en ik burk ook niet meer, dus je hebt het eruit geslagen, David. Ik doe het graag. Ja, dat is toch gewoon gouden oude manier van leren. Oh, dat kan gewoon met een boog schieten. Oh ja. Nou, nog pijlen, maar dat komt zo wel. Thanks David voor dat je me een pijltje gaf. Ja, gedaan. Boog. Maar lopen we nou goed? Dat is de vraag. Ronald! Dat heb ik helemaal niet meer in de gaten gehouden. We lopen goed. Een varken! Kill it! Niet doen! Waarom niet? Dat is mijn vriend. Nou, gaan we hem alleen maar nog sneller killen. Alsjeblieft, jongens. Kunnen we die paddenstoelen hier ook van de grond hier, of tikken? Hier! Ja. Rauw Park Chop. Oh, geef aan mij. Nice. Het was mijn vriend. Ik heet er ook een op. Je moet zo'n ho hebben om dat eraf te halen. Ja. Hey! Dat is big. Ik zie hier een voor mij zijn we er, jongens. Bomen. Dat moet het toch zijn, of niet? We zijn er, halleluja. Oh my god. Het is een vulkaan, jongens, lijkt het wel. Ja, maar ja, je was hier toch al een keer geweest? Ja, ik wou net zeggen. Wat wou ik letterlijk net zeggen? Je bent hier al geweest, vriend. Niet vanaf deze perspectief. Waar is de ingang? Wat zei je? Waar is de ingang? Gewoon hier. Je moet hier naar boven klimmen. Really? Ja. Dat kan niet. Het lijkt niet op een vulkaan, hoor. Ja, het leek op een vulkaan. Oké, met een red in distance. Fuck you. Voor mij is een paddenstoel of zo die daar bovenop staat. Oh, God, Ronald, voor mij is Ronald hier gewoon nog nooit geweest. Ik wil niet fouten wedden? Maar... Wedden. In een livestream, dus fuck you. Nou ja, wat staat er bovenop? Voordat we naar boven gaan, wat staat er bovenop? Ik zie een paddenstoel. Ja, dat zei ik net. Ja. Ronald, hoeft je niet echt te troll. Hoezo ben ik te troll? Ja, en waar gaan we nou omhoog dan, vriend? Nee, joh, gewoon zo, volg toch? Volg me. Ik weet het. Nee. Oh my god, Ronald, dat slaat helemaal nergens op. Dit is het grappige is dat ik al eerder boven ben dan Ronald. Nou hè, laat me. Gewoon hier omhoog, David. Hier. Nou, ik ben er ook, hoor. Ik ben er ook gewoon. Hey.
drama. Oké. En hier, wat vinden we hier allemaal dan, Ronald? Wat is hier zo tof? De uiterlijk is leuk. Ja. Aha. Ik ga daar naar binnen. En hopen voor jou en je nekje dat hier wat te vinden is. Wat heb je tegen mijn speknekje? Wow, jump up, boys. Dat zonzend is trouwens vreselijk. Wie het eerst boven is. Oké, go for it, David. Ik ga met je mee. Oh, ik hoor zombies. Ik ga je hier niet afslaan. Dat beloof ik je. Ik jou wel. Jongen. Oké, team. Oh, jij dat ook. Zijn ook van die mensen die dat hele tijd met het zwaardje gaan zwaaien. Ja, natuurlijk. Team. Zo smerig. Hoe hoog moeten we? Oh, we zijn er. Niet naar beneden vallen, ben je dood. Er is hier niks. Is dit het? Ja. Dat kon ik je ook wel vertellen. Jongen, hou je mond dicht. Jij wist helemaal niks van deze locatie. Ik ben hier nooit geweest. Nee, dat was ons ook al wel opgevallen. Gaan we weer waarom naar is hier boven niks? Er moet hier toch iets zijn? Nee. Misschien dat het nog niet ingespand is, omdat we hier nog maar ja, net zijn. Ja, of dat hier net een andere speler geweest is. Ja, een kleine kans. Ik denk dat we... Die gaan we doodslaan. Ik hoor zo'n beetje... Oké, go for it, David. Oh mijn god, ze staan overal. Pak je pijl naar boven. Ik heb geen arrows, toch? Dikke drol. Wat ben je agressief? Nee, ik ben salty. Ja, dat ook. Loop alsjeblieft wel alleen maar op het hout en niet op de soul sand. Maar dan? Oké. Word je daar nerveus van? Nee, dan word je gewoon langzamer. Ja. Raak je daar zenuwachtig van? Krijg je daar... Hey, kist! Met eten. En daar zit goede spullen in, hè? Eten. Nou, dat wist ik. Niet goed. Echt waar, man. Echt waar. Ronald Fledder, dames en heren. Hebben jullie iets gevonden? Nee. Nog geen kist. Ronald, wijs de volgende kist even aan. Oké, volg maar. We weten dat het zoiets is. Kom. Ik weet zit het. Zit in deze paddenstoel misschien iets? Nee. Weet je het zeker? Ja. Oké. Zit er hier wat? Nee. Ik heb een kist gevonden. Er zit niet zoveel in. Nee, dat klopt. Wat een flash. Hier is namelijk een chest. Dat wist ik wel, hier gewoon in de paddenstoel. Oh nee, jongens! Oh nee! Help me! Jongens! En nou moeten we je helpen. Ik vind het vooral leuk dat die zombies totaal geen damage krijgen van... geen slowness krijgen. Ik heb een chestplate, zat erin. Kijk, wil jij die hebben? Hier, David, kom. Hier. Dus in deze paddenstoel zit wel in één keer wat. Trek zelf aan, man. Nee, pak het. Geef het. Ja, oké. Je hebt het ook nodig. Nou, hey, dankjewel, hè. Mooi. Oké. Nou, hier zit een chest. En er zit die antibiotics zitten erin. Ja, waardeloze bende dus. Antidote. En we gaan gewoon alle huisjes af, jongens. En dan daarna klimmen we weer naar die toren in het midden. Ja, maar daar, ik denk nog steeds dat daar niks is. Nog een chest. Ja, ik denk dat die chesten gewoon allemaal nog moesten spannen. Dat denk ik. Pak jij die zombie even, Ronald? Nee. Oh my god. Ik ben hier ook een chest. Wat kun je met... Oh, daar kun je niks mee. Met wat? Die groene, waar heb je het met die groene ding. Zo'n groen rondje of zo. Nee. Oké, ik ben echt bang voor al die zombies hier, ouwe. Stel je niet zo aan, dat zijn maar zombies. Hier, wat willen ze doen dan? Zie? Helemaal niks. Team. Nee, joh, dit is toch mijn kist? Ronald Fledder. Zit een meloentje in, die mag je hebben. Pak hem eruit. Oké. Komt er nog een aan? Oh nee, die komt naar mij. Waarom komen ze naar mij? Onzin dit. Tom erop. Ik red je. Yes, jongens, ik ben naar boven gegaan. Oh god. Er staan al twee chests hier. Wij komen even van een zombie-apocalypse af hier. Oh, wow. Zal ik ze gewoon openen? Ja, doe je ding. Of wordt dit zo'n special pack-opening? Oh, wauw. Wat een hoop potions. Zitten er potions in? Ja. Oké, wow. Nou, dan weten we ook vertel waar welke, dat... Tel welke potions. Wow. Maar ik zit, like, full. Oké, ik kom eraan. De potion brigade komt het ophalen. Ta-doe. Ronald, je moet wel even het potion lied zingen. Wat is het potion lied? Jongen, dit weet je wel. Nee. Je bent nog niet zo dom. Nee. Wat, doe het potion lied gewoon even, Ronald. Oké, nou, dit wordt dan zo'n ongemakkelijk moment toen we iemand vroegen om een rap te maken over een dinosaurus. Ik zit ook een beetje vol. Oh ja. Oké. Sneeuwballen hebben we die nodig, die hebben we die nodig. Antidote is bullshit. Waarom zeggen dat sneeuwballen niet nodig zijn? Een bijl hebben we niet nodig. Vis heb ik te veel van. Deze meloen kunnen we wel even opeten.
En wat gaan we er meer op eten, jongens, vandaag? Een wortel. Wat? Ronald Fledder. Hey, Ronald, ik flikkerde er bijna af. Sneeuwballen doen geen pijn. Oh my god, Ronald. Nee, ze doen geen pijn. Maar weet je wat wel pijn Ronald, doet? Ronald, moet ik geen naar jou gooien nou? Team. Ja, doe maar. Oké, team. Oh my god, hij viel echt bijna. Ik heb ook zo'n ding, hè? Ja, maar jij staat niet tegen een muur aan. Zeg gewoon team. Zit hier nog wat in? Oh, nog één. Ja, nog één. Ik gooi al die mushrooms. Ik wil alles eventjes heel erg autistisch op een mooi plekje hebben staan. Zo. Want je gooit al die mushrooms weg. Ja. Hoeveel eten heb je nog dan, Ronald? Want ik heb drie appels. Vier wortels en vier meloen. Ik, dus ik heb zes vissen, één meloen en twee appels. Je bent zelf een vis. Je moeder is een vis. Ja, moeder die... is onder water net een vis. Je moeder ruikt naar vis. Oh. Jongen, als mijn moeder een sardientje is, is die van jou een zeebaars. Oké, die vond ik wel leuk. Heb je toch nog wat opgepakt, hè, verder? Je kon niet ja, laten. Verdomme. Oh, nou, iemand kan hier nog een soep maken. Oké, kijk, dit is een zombie. Ga daar naartoe. Serieus, gooi ik tegen die zombie aan, hè? Wow, hij spawn even pal voor jongens zijn neus. En ik sloeg hem dood. Ja, dat okay. Wel, maar... Alle zombies gaan daar naartoe. Ronald. Credit, dat helpt. Ja, soms. Dat staan nu in één keer vier zombies, hè? Jullie leven gered. Ik ben jullie redding. Ik wil eigenlijk wel even weten, dan moeten we ook even op de map kijken, waar wij hier nou naartoe gaan. Stillwater Motte. Ja, die vond ik nog best wel interessant, maar die lijkt me heel erg klein. Ik kan deze twee rode mushrooms meenemen. Ik niet. Ik heb er ruimte voor, wil je die echt meenemen? Ja, voor als we zelf gewoon soep kunnen maken. Oké. Pardon. Dan gaan we de volgende keer naar de Stillwater. Nee, ik ga nog even die mushroom hier checken, want daar had jij een chestplate gevonden. Dus dat is voor mij wel een goede lootplek. Kijk uit voor een, hier komt zo een hele toffe zombie. Wat praat jij nou? Ik praat poep. dat weten we. Ah, nog meer keer. Wie heeft er nog geen broekje? Ik heb een broekje. Oké, nou dan ga ik die van mij even lekker repairen. Zo. Was toch mooi praktisch kapot. Deze hebben we niet nodig. Ja, dan denk ik dat onze mushroom missie geslaagd is. Met extra veel zout, dankzij Ronald zijn moeder. Ik wil jullie kijkers even bedanken natuurlijk voor het kijken hier naar. Vergeet niet even die like achter te laten. En de kanalen, Just Joris en het gameportaal. Even te checken, die staan in de beschrijving. En tot de volgende keer, MyZ. Laat even in de reacties achter wie jij heel graag wil dat de volgende keer mee gaat doen. Waarschijnlijk is het voorlopig nog even Joris en Ronald. Maar met deze drie noobs gaan we vanzelf een keer dood. En dan starten we lekker overnieuw. Mag jij dus even achterlaten. Tot dan jongens, later. Ronald zegt wat.